Goedemorgen mevrouw. Wat is dit voor mooi hoed? Mijn maat heeft het nog gemaakt. Mijn maat heeft het nog gemaakt? Ja, kijk, zij heeft niet zijn bril gedragen, maar kijk hoe fijn het heeft gewerkt. Ik kan. Oh, ja, mooi. En is dit nou oude basterkleding? Oude basterkleding, ja. Had je in die oude tijd die vrouwen zo rondgelopen? Ja, die, elke dag had ze zo rondgelopen. Met die kappie, met die rok. Is dit nou een oude Hollandse kappie? Ja, hier die kappie is nog. Hier die kappie heeft mijn mama nog gemaakt. Ja, ja. Fijn en mooi. Ik kan niet zo mooi werken. Wat fijn? Mijn mama was ook 90 jaar. Die gestorven. Speciaal voor ons bezoek wordt er een onverstaanbare oud-Hollandse psalm gezongen. Nieuwe Namibië, hier in land. Is daar nog plek voor jullie? Definitief. Ja? Definitief is daar plek voor allemaal in Namibië. Die goed afgenomen. Ons gaat het, ons kapitein is nog steeds daar voor ons. En zolang hij daar is en onze kapitein heeft, geloof ons. En zolang je geloof is daar ook. Rehoboth is een Bijbelse naam. Rehoboth is een Bijbelse naam. Wat betekent dit? Het betekent ruimte. Ruimte. En nu had je niet meer ruimte. Nu hadden we niet meer ruimte. Rehoboth. Nou was dit baie groot. Hoe groot is dit nou, vandaag die dag? Toen die Duitsers hierdie gebied weggeneem. Die kusgebied. En die Duitsers weggeneem. So jullie was ingesluit. Land zonder see. Toen kom die Zuid-Afrikaners. Toen kom die Zuid-Afrikaners. Hierdie strook was omtrent 7000 hectare. Toen hulle gekom en die strook afgeneem. Dus wat bly oor? Kan ons dit sien op 'n ander kaartje? Voor onafhankelijkheid bleef staan het, was net die stuk. Ja. Het was omtrent zo'n 3,8 miljoen hectare. En wat is dit nou na onafhankelijkheid? Daar is nog niks. Niks? Alles afgeneem? Alles afgeneem. Is jullie nou nog een eie volk? Ons beskou ons nog zelf als een eie volk. Alhoewel ons niet erkend wordt als zulks nie, door die nationale regering. Hoekom nie? Die vraag het ek vir my baie afgevraag. En die enigste antwoord wat ek daaraan kan kry, ek weet nie of het reg is nie, is dat ons leier, kaptein Diergaard, was een sterk federalis. Aan die ander kant het Namibia, of liever die Swapo-faksie, gestaan vir eenheidsstaat. Een volk wat bestaan uit 11 verschillende bevolkingsgroepen. Uit 11 verschillende groepen. Maar wil die Basters niet opgaan in die eenheid voor die nieuwe Zuidwest-Afrika, Namibië? Dat is niet een kwestie dat ons niet wil opgaan in die eenheid van Namibië niet. Maar dat is een kwestie dat ons niet geaccommodeerd wordt in die, binnen die eenheid. Niet zwart, niet wit en door de blanke machthebbers telkens tegenover andere bevolkingsgroepen uitgespeeld. Aan de Duitse kant, toen er hard werd opgetreden tegen de zwarte bevolking. Aan de kant van het apartheidsregime in de strijd tegen de bevrijdingsbeweging. Historische keuzes, al of niet gedwongen, waar de Basters een hoge prijs voor hebben betaald. Hendrik Free. George Kotzee. Lucas de Klerk. Hollandse namen, die kapiteinsraad. Ons staan hier weer voor een vernietigde gebouw. Een stukje erfenis wat kapot geraakt is. Dat is hartseerlijk om te zien dat eens mooie, glansrijke economie, zoals hierdie gebouw, waar die boeren hulle se voer gekoop het, waar hulle se implementen gekoop het, dat daar nou niks meer gedoen wordt.
En ons as lede wil nou help om dat hierdie vervalle goed terug te kom na die gemeenskap wat weet hoe om dit te gebruik en om verder te bou. Ja, Basters het hierdie grond gekoop. Alles is ook hoe, op watter manier, maar as hulle eiendomme wat geregistreer is in die Rehoboth Baster gemeente se naam. Nie in die Namibia se regering. Is hulle besteel? Ons is besteel, meneer. Ons is totaal as ons gestroop, ons is verarm. Oneening van ons gronde, oneening van alles, eiendomme van die Baster. Nou moet ons nou weer wêreldhof toe gaan om dit terug te kry. Kom julle is die enigste wat gediskrimineer word. Die rede is dat hulle sê dat ons was bevoordeel gewees van die blankes. Dis die ding. Dit is die ding wat hulle sê. Maar ons is ook genoem kaffers. Terwyl hulle genoem kaffers is, is ons saam gesê kaffers. Daar waar gestaan het nie blankes en daar waar gestaan het blank. Daar mag ons ingegaan het by nie blankes, maar by blankes kon ons nie ingegaan het. So ons was ook geklassificeer as kaffers, maar nou word ons nie geklassificeer as kaffers nie. Ons word nou as bevooroordeeldes, as wit is word ons nou gesien. Ons is nou nie meer swartes nie.